Sanne. Oh, zo is ze dat. Die 18. Op dit moment stapt de eenheid uit het rugvoertuig en maakt zich gereed om de vuurwapengevaarlijke verdachte te benaderen. De voorste mannen zijn voorzien van een ballistisch schild en hun eigen persoonlijke wapen, de Glock 17. Nu ben je wel heel weg. De eerste man kijkt de situatie in het voertuig. Ligt er nog iemand op de achterbank? En met hoeveel verdachten hebben wij te maken? Een aanhoudingskoppel komt erbij, wordt geïnstrueerd en zal zometeen overgaan tot de aanhouding. Door een snelle reactie wordt hij uit het voertuig gehaald, geboeid en snel gefouilleerd. Vervolgens wordt hij afgevoerd naar het rugvoertuig. De twee schildmannen blijven gericht op het gevaarlijke voertuig. Cool, hè? Met een... Wat doe je dan mee? Zit ik in de auto of niet, Sanne? Achter het rugvoertuig staan twee BE'ers de omgeving te scannen op mogelijke andere aanvallers. Ja, dat is al gevaarlijk. Gelukkig was het raampje al open. Ook deze persoon wordt geboeid, gefouilleerd en afgevoerd. Zie ze dat, Sanne? Die moeten lopen. Ze gaan we zien het zien. Achter ze deur. Nu wordt er gekeken of er nog andere gevaarlijke voorwerpen of personen zich in het voertuig bevinden. Om zeker te zijn dat er niemand zich in de kofferbak bevindt, staat er één man beveiligd achter een schild en de ander maakt de kofferbak open en schendt. De kofferbak is leeg. Het voertuig is verder veilig van vuurwapengevaarlijke verdachten en de bijstandseenheid maakt zich klaar om terug te trekken. Nu is het moment dat de lokale politie of de Marge C deze stand openneemt en de bijstandseenheid zich kan terugtrekken. Sanne, wie begon daarin? Ja, wel een sleutel, maar... Zo. Vuil, hè? Die mensen. Ja. Dat moeten ze maar een kamers kunnen zorgen te volgen. Ik heb wel T.I. Joe. Jansen, zeg hoe shit. Burgemeester krijgt te horen dat de personen die geschoten hebben